Stop te persen. Ons kantoor stond namelijk op zijn kop van de week, want we hebben een nieuwe console, de VMAX. En wij gaan hem even reviewen. Kan je een console reviewen, Martin? Natuurlijk kan je een console reviewen. We kunnen tegenwoordig alles reviewen. Auto's. Ja. Dat is waar inderdaad. Hey, had jij al van de VMAX gehoord? Nee, we kregen van de week een foldertje binnen van de Intertoys. Ja. En daar stond die groot aangekondigd, de VMAX. Vol trots, de tegenhanger van de Nintendo Wii. Ja. En op eerste gezicht zou je ook zeggen van, kijk eens wat ik hier heb, is de VMAX mode. Het lijkt er vandaag veel op, hè. Deze lijkt nog een beetje op de N64-controller. Met W moet ik aan denken, alleen wat kleiner. Ja. En weet je waar ik me ook een heel klein beetje deed denken? Ja. Aan mijn laatste trip naar Hongkong. Ja. Nee, wat is de VMAX namelijk? De VMAX is een spelcomputer, zoveel in één. En er zit al een cartridge in die trouwens wel in en uit kan. En daar zitten ook wel een paar spelletjes op. Zes spelletjes. Zes spelletjes, ja. Die allemaal een klein beetje op Wii Sports lijken. Een klein beetje, kijk, het is een heel klein beetje gammel. Martin, trek het er even uit. Kijk. We hebben dus baseball, we hebben pingpong, we hebben TV karate, we hebben voetbal, we hebben bowlen en we hebben tennissen. Nou, het is sensationeel. Spectaculair. Jullie hebben het gezien, jullie kunnen inmiddels ook zien hoe het eruit ziet. En dan weten jullie al van, hey, wacht eventjes, dit ziet er iets anders uit dan de Wii. Ja, ja. Het is schrikbarend dat dit tegenwoordig nog uitgebracht wordt. Nou, ik vind het schrikbarend dat dit uitgebracht mag worden, want ja. In Nederland is toch best wel een strakke wet op dat je niet zomaar producten van een ander mag namaken. Nou kan ik me indenken dat een controller of iets dergelijks toch gekopieerd kan worden op een manier dat er geen aanklacht ingediend kan worden. Alleen, wij hebben een spelletje gespeeld op de VMAX. En dat was een variant op Whack-a-Mole. Ja. En toen was toch wel heel duidelijk het liedje van Donkey Kong en Donkey Kong zelf. En op de openingspagina, of openingsscherm. En Jerry van Tom en Jerry. Ja. En dan vraag ik mij af van, hoe ver mag dat? Mag dat? Mag dat? Ik denk zelf van niet. Ja, want we hebben. Ik ben natuurlijk bij het NOS-journaal geweest op de website. Ja. En toen waren hun volop in onderzoek of het mag ja of nee. Want Nintendo gaat dit weekend, as we speak, zijn ze in beraad, zijn ze aan het kijken wat de VMAX nou precies inhoudt en of dat allemaal wel wel uitgebracht mag worden. Wat vind jij er zelf van? Wat vind jij buiten dat het niet zo'n goede spelletjes zijn? Want laten we daar even over hebben. Wat wil je van me horen, Dennis? Ik wil van jou horen. Mijn eerste console was de Atari 2600. Mijn de Commodore 64. Nou ja, dat waren toch al een beetje dezelfde soort games. Ja. En dat zijn dus ook weer dezelfde soort games die op de VMAX staan. En hoe ver kun je kind dat aandoen? Dit mag je kind eigenlijk niet aandoen. Ja, het is wel een beetje. Wat is je kind gewend? Als je kind nog met een NES speelt. We kunnen er niet van uitgaan dat kinderen achterlijk zijn. Kinderen zien de tv, kinderen hebben internet. We weten donders goed wat eruit is. Ja. En de PlayStation 2 wordt dus als een tiet verkocht. Ja. En ik weet dat dat minder is dan de PlayStation 3. Qua graphics en de Xbox 360. Maar die leveren wel echt kwaliteit games, eerlijk. Ja, maar dan is dit echt schandalig. Ik denk dat dit alleen maar voor kinderen is die waarvan hun ouders niet van hun houden. Ja. Of ongelukjes. Ja, als je een vervelend vriendje hebt, als je ruzie met iemand hebt en je geeft hem dit cadeau, dan weet hij waar hij aan toe is. Nee, maar dan is het nog vrij prijs. Het is €50. €50 durven ze nog voor te vragen, ja, voor dit stukje plastic. Want ik heb op internet lopen zoeken. En zitten zoeken ze ook nog een keertje. Ook nog. Ja, en daar heb je dus producten die hierop lijken. En inderdaad uit Hongkong opgestuurd worden. Voor het bedrag van 20, €25. Ja, maar max. Dat is nog steeds te veel. En daar staat 101 spelletje op. Ja. Nou, hey, maar laten we even uitleggen hoe de VMAX controller werkt. Ten eerste moet je alles eerst bedienen met deze. Want anders kom je geen enkel minuutje in. Nou, begin je eenmaal met een game. Dan zal je merken dat de VMAX controller wel een bewegingssensor hebt, maar welke beweging je maakt, dat ziet hij niet. Elke trilling vangt hij op. Ja. Dus als je bijvoorbeeld gaat tennissen, je kan dit doen, maar je kan bijvoorbeeld ook dit doen. En die bal gaat altijd dezelfde kant op. Ja. Het maakt niet uit wat je doet. Zeg maar. Nee. Dus het functioneert gewoon eigenlijk meer als op druk op de A-knop. Sterker nog, druk je op de A-knop, op welke controle dan ook die aangesloten is, dan doet jouw personage precies hetzelfde. Ja. Dus het maakt in feite, het heeft niks met skills te maken. Sommige spelletjes zie je zelfs niet lukken.
nu drukken. En dan moet je eigenlijk gewoon nu bewegen, nu bewegen. En je hebt zelfs een spelletje waar het optiemenu press enter. Dan zie je gewoon duidelijk dat het gewoon een poort is van de PC op de VMAX. Ja, dat tennisspelletje. Dan zie je gewoon het Virtua Tennis logo zie je gewoon in beeld. En dan in 16-bit. Dat is gewoon schandalig. Ik zie trouwens ook nou dat de VMAX is mono. Ja. En volgens de handleiding kan het ook alleen maar op NTSC-televisies gebruikt worden. Is niet waar, je kan het ook gewoon lekker op je PAL-TV gebruiken. Maar dit is... kijk, het wordt... Weet je wat mij irriteert hieraan? Ze mogen het beste uitbrengen. Maar ik irriteer me eraan dat die mensen hiermee... dat mensen denken van... Hey, dit is net zoiets als een Wii. Ja, maar mensen... moeders lopen of oma's lopen een winkel in. Die zien het liggen en die denken €50. Zo, dat is een mooie spelcomputer, €50. Het lijkt op die Wii die ik ook wel eens op tv zie. Laat ik die meenemen voor mijn zoontje, voor mijn neefje. Ja. En dan krijg je dus dit. En qua prijs-kwaliteit verhouding... Dit is verschrikkelijk. Hier moet je geld... Ja, als ik geld toe zou krijgen, zou ik nog ineens willen hebben eigenlijk. Nee, want de meeste spelletjes kun je namelijk gewoon gratis van internet halen. Niet eens illegaal, omdat ze al zo oud zit, zonder dat er geen copyright meer op zit. Je kunt het überhaupt nog ineens games noemen. Ja, alleen zoek dan niet op internet de naam VMAX. Want dan krijg je namelijk... Erectiepillen. Of je hebt een klein pielenmuisje en dan moet je wel zoeken op de VMAX. Het lijkt natuurlijk op zich zo wel een beetje op een pot met pillen natuurlijk. Ja. Op een pot erectiepillen. Nee, ik denk dat we moeten concluderen dat de VMAX... Dit de eerste en de laatste keer dat jullie VMAX zien bij de GameKings. Ja, zeker. Want dit is niet een product waar we achter staan. Dit is, ik vind het schandalig en ik vind het geldklopperij. Het is gewoon zonde van je geld en het heeft niks met de Nintendo Wii te maken. Helemaal niks. Niks. Ik ga weer carnavallen. Houdoe. Allah.